Een van de allerbijzonderste fruitsoorten, die hebben we vaker al op beeld gezet. En dat is de Akebia, oftewel de chocoladerank of de schijnogurk. En we zitten nu bij het ras Alba. En het ras Alba die geeft niet extreem grote vruchten. En zoals je ziet, zijn deze vruchten, zoals het woord zegt, wit. Want Alba betekent wit. En dit is één van de allerlekkerste rassen, vinden wij, van de schijnogurk. En ik zeg schijnogurk, want dit is de Akebia quintata. En de trifoliata wordt ook wel de chocoladerank genoemd. Ons is zelf een beetje een raadsel waarom het chocoladerank genoemd wordt. Want waar is de chocola? Maar afgelopen zaterdag hadden we een open dag. En toen hingen er nog veel meer in, want je weet het al. Mensen die willen heel graag proeven. En ervaren hoe het echt is. Want laten zien is natuurlijk leuk. Maar ervaren, dat is toch veel leuker. Het is echt wel een beetje surrealistisch fruit. Want het is echt losbast als een mossel. Hier zo hebben we er eentje die op het punt staat om open te basten. En net niet open gebasten is ook nog niet helemaal op smaak. En wat er door de dagen heen gaat gebeuren is misschien 2 dagjes, dan bast hij helemaal los. En dan krijgt hij ook iets meer een blauwige gloed, een blauwige waas. En dan is het vruchtvlees echt super lekker aan het worden. De pitjes die blijven bitter. De schil die blijft bitter. En de Japanners die wokken ermee, die bakken ermee met de schil. En de pitjes, ja, die nemen ze maar voor lief. Want wat doen ze? Gewoon dit. En ik zal proberen even de smaak te omschrijven. Het is mooi weer. En met mooi weer, dan is de smaak ook veel beter. Echt zoet. Echt zoet. Het is echt gelei-achtig. Dus alsof je een soort pudding eet. Ja, die pitjes, dat gooit een beetje roet in het eten in die zin. Maar de smaak is echt zoet. En afgelopen zaterdag hadden we ook mensen die iets van witte chocola, een hint van witte chocola erin vonden. Zelf zeg ik, nou, ik proef iets van kokos. Met een vleugje vanille. En een zoete tropische smaak. Ja, het is een klimmer. En als je dit ziet, dan zie je best veel vruchten hangen. Er zijn heel veel vruchten die dit jaar alleen hangen. En hier zo hebben we een cluster. Zoals het eigenlijk in de meeste jaren is hier. Dat betekent dat dit jaar de bestuiving een beetje tegen is gevallen. We hebben nog een nachtvastje gehad. Maar zo kunnen ze dus worden. Dan heb je echt een cluster met een heleboel fruit. Nou, het is vooral heel leuk. Kijk, het is niet dat je kilo's van gaat eten. Maar ook de bloei in het voorjaar, het is zo lekker. En dan nu die vruchten, als je ze zo ziet hangen. Het is zo vreemde gewaarwording om zo'n bijzonder fruit te hebben. Ja. En wat moet ik er meer van zeggen? Ik zou zeggen, plant de maan. Je hebt 2 verschillende rassen nodig om kruisbestuiving te hebben. En je kunt dit hebben. Ook aan de noordoostkant, want hier hangt het helemaal vol. En er komt geen sprietje zonlicht.